over bijvoorbeeld tandenbleken. Dat vind ik een hartstikke leuk idee, maar ik wil eerst wel weten of er animo voor is. En dat zijn wel belangrijke dingen en daar heb ik niet heel veel ervaring mee om dat nu een beetje te onderzoeken op deze manier. Maar ik wil er wel iets mee gaan doen, want ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die tegen een betaalbare prijs hun tanden willen bleken. Dat is toch wel iets moois. Maar aan de andere kant moet je afvragen, willen mensen dat heel Nederland weet dat hun tanden gebleekt zijn? Ja, dat is ook een goede vraag. Dat is dus een beetje het probleem altijd hier. Hè? En dat wil ik eigenlijk een beetje onderzoeken. Ik denk dat wij het meeste geld kunnen verdienen gewoon met het maken van een nummer. Ja, dat denk ik ook. Het verkopen, dus. Ik denk dat heel dik gaat hoor. En dan cd'tjes en dan tientje en dan... Boksen met Gerrit. Boksschalen. Neus. Boksschalen. Shell, ik stond ook in de rij. Ik zou het fijn vinden als je even achter mij plaats neemt. Ah! Jij doet me de laatste tijd heel erg pijn, hè? Terwijl je dan ondertussen wel heel erg lief aan het lachen bent. Ja. En ik zie jou normaal echt niet zoveel lachen. Ik moet meer lachen. Ik ook. Ja. Nederland denkt dat ik altijd chagrijnig ben. Ja, klopt. Of heel boos. Ja. Dat is gewoon mijn uitdrukking. Als ik heel serieus kijk of met iets bezig ben, dan kijk ik ook gewoon boos. Nou, gelukkig gebeurt dat niet zo heel veel dat je bezig bent, maar... Waarom ben jij zo? Dat is niet leuk. Hier, steen tegen Shelly gooien. Dat doe ik in mijn scène, hè? Doe ik zo. Ga ze weglopen. Loop ze weg. Dan doe ik zo. Oef. En dan moet je vallen. Ah! Vallen, echt op de grond. Nee, ik bleef staan. Je sloeg niet hard genoeg. Ja, ik wil echt roken, jongens. Wow, ik dacht dat jullie klaar waren, daarom ging ik iets anders doen. Ben je gewoon weer opnieuw in de rij? Nee. Nou, ik weet zeker dat je 10 minuten geleden nog had gerookt. Nee. Ik wel. Dat is denk ik wel al een kwartier geleden. Nee, ja, een kwartier dan. Ja. Die 5 minuten maken ook niet heel veel uit. Oh, jawel. Ja, in die laatste 5 minuten heb ik weer zucht gekregen. Zucht, wat een woord, hè. Zucht? Ja. En moet jij ook nog? Nee. Hey, grootvriend. Wat doet Andrea hier nou? Ik heb het net met Merel over gehad. Ik zie haar zitten en wat doet ze? Nee, maar ik zag haar ook bij de vergadering zitten en dan zit ze zo. Ja. De hele tijd zo, vooruit. En dan is ze met haar sjaal mee. Ja, maar die gaat toch ook geen 15 maanden volhouden? Nee, maar die gaat niet eens 15 maanden volhouden. Maar sorry, maar ik zie ook niet wat de groep daarin zit. Want ze voegt niks bij. Niks. Nee, maar het is een keer, weet je waarom zo iemand met stemmingen niet uitvliegt? Omdat er altijd ook een stelletje lastposten of mensen die naar huis willen tussen zitten. 1 keer in de 2 maanden is gewoon weinig. Er zit altijd wel een asshole tussen, wat dan weer net wat zwaarder weegt dan iemand die niks doet. Of er zit iemand tussen die naar huis wil en die gunnen we het om naar huis te gaan. Daarom moeten we ook gewoon naar elke 2 weken stemmen de rest van het jaar. Veeg door Utopia heen. Alle ongemotiveerde mensen weg. Ik ben gemotiveerd. Alleen vandaag even niet trouwens. Eigenlijk de laatste weken niet, maar alsnog doe ik veel. Nee, maar ze heeft echt helemaal geen bijdrage hierin. Nee, no. Okay, wie vind jij dan niet gemotiveerd? Andrea? Wacht, ik ga de huisjes langs. Maar, oh god, wie slaapt er in welk huisje? Ja, nu weet ik het niet meer. Ik weet het wel. Andrea ligt in dat huis en Maris. Andrea niet gemotiveerd, Shelly niet gemotiveerd. Je verdient wel geld, maar dat komt je gewoon aanwaaien. Dat komt me niet aanwaaien. Ger is niet. Ik heb er heel veel moeite in gestoken. Oh, oké. Shelly heel gemotiveerd. Okay. Adriaan is niet gemotiveerd. Lexi is wel gemotiveerd, maar er komt niet zoveel uit. En dat vind ik eigenlijk heel kut. Nou, ze heeft net er spijkerbroeken binnengekregen. Oh ja. Wel gemotiveerd. Wel gemotiveerd. Ja. Nee, ja. Hebben we ook wat aan. Ja. Nee, ik bedoel eigenlijk meer, kijk, in Lexi zit wel heel veel potentie, maar ze weet het gewoon zelf niet helemaal. En dan, weet je wat het is, je geeft een Lexi, geef je ideeën en ze is waanzinnig enthousiast. En dat is een goeie, weet je wat, ik heb een Lexi gevraagd of ze nou het mailtje al heeft beantwoord voor die sportenvideo aanvraag. Had je dat meegemaakt trouwens, wat er gebeurde? Ik was toch met het idee gekomen, een keer 's ochtends bij Lexi, zag het even niet meer zitten. Ik zeg, nou weet je wat je moet gaan doen? Mensen komen hier niet naartoe, je gaat een sportabonnement verkopen. 50 cent per dag krijg je elke dag, maandag tot vrijdag, filmpje. Abonnementje afsluiten, straks 500 mensen die het abonnement afnemen. Dan is het in 1 keer veel geld. Mocht het aanslaan. Hè? Misschien dat je op 2 blijft hangen, of je gaat naar honderden. Dat is maar net, het is heel hypegevoelig.
Dus toen kwam er uiteindelijk een aanvraag binnen. En toen hoorde ik in één keer van Lexi, ja Marissa, we gaan daar maandag voor zitten. Toen was het mailtje binnengekomen, had Marissa gezegd, ja, dan kunnen we daar maandag wel voor gaan zitten. Huh? Dat is nou Ferrari. Oh god, ja, maar gebeurt heel vaker. Fucking raar, toch? Ja. Maar, ga je nog roken? Je wil niet dat ik mijn lijstje af ga maken. Ik dacht dat je klaar was. Oh nee joh, tuurlijk niet. Je bleef bij Adriaan hangen namelijk. Ja, omdat ik niet helemaal goed meer weet wat de verdeling van de huisjes is. Nou, je was vroeger bij de liep ik langs de huisjes en dan wist ik precies wie waar sliep. Ja, je was bij de caravan en daar zit Dylan en Brandon. Had je trouwens gehoord dat ik een aanvraag heb gekregen om zelf een kinderfeestje te organiseren? Jij? Ja. Echt waar? Ja. Oh, ook weer als... Fucking vet, weer? Toch? Wie was je ook alweer? Batman! Hoe kan ik dat vergeten? Ik denk dat ze in ons gewoon een gouden duo zagen, Ger. Ja, Zouden willen, zouden we elke dag een kinderfeest. Maar je bent toch niet benoemd in het mailtje? Wat? Ik ben niet benoemd in het mailtje, toch? Nee, maar hoort wel. Dan was clowntje Jodelie niet zo leuk.